Kijk, beste vrienden, kijk eens even wie daar zit. Huub Stevens zelf. Huub, ja, voor de mensen die het niet weten, heeft gevoetbald bij PSV en was trainer bij PSV. Dus, hey, hallo, zou hij iets van PSV weten? Nou, laten we eens even een onderwerp bij de kop nemen, gewoon. Ja, Tare, kom op. Wat vinden we daarvan? Wat moeten we daarmee? Wat zou jij ermee doen? Ja, dat is heel moeilijk om dat in te schatten, Harry. Maar ja. Ik vind gewoon, ja, heel simpel gezegd, hij moet zich eens een keer volwassen gaan gedragen. Oh. En ik vind dat hij, bij wijze van spreken, als een professional moet gaan leven. Ja. Dat vind ik, want je kunt niet alles aan één man ophangen. Je hebt met een hele groep te maken. Dus ik denk dat het heel verstandig is dat die jongen echt in het gareel gaat lopen en dat hij goed geadviseerd wordt, ja, door mensen om hem heen. En dat hij bij wijze van spreken daar lering van trekt. Juist, ja. Nou, helemaal met je eens. Maar wat moet PSV nou verder met hem aan? Ik bedoel, wat zou jij doen? Nou, ik hoop nog altijd dat hij tot inzicht komt. Ja? En ja, dat hij bij wijze van spreken toch het grote talent wat hij is en heeft, dat hij dat omzet in prestaties. Want dat heeft hij op dit moment veel te weinig laten zien. Ja, ja. Maar ja, wat moet de club verder met hem aan? Ik bedoel, als een jongen dat... Ja, zo'n jongen die zich niet gedraagt. En dan? En wat doe je dan? Nou ja, wat doe je dan? Ja! ik denk dat je dan als trainer of als club... Ja, heel moeilijk hebt. Als trainer hoef je hem niet te laten spelen dan. Nee. Dat is dat simpel. En als club, ja, dan moet je kijken of hij toch nog wat waarde heeft. En dan moet je hem maar verkopen. Goed. Naar Ajax toe, bijvoorbeeld. Want daar hebben ze het over. Dan zal het prijskaartje ook iets hoger zijn als bij wijze van spreken naar een andere club. Okay, want je gaat niet een talent naar een concurrent verkopen. Oké, maar zou hij geschikt zijn voor Ajax? Wat denk jij? Moeilijk te zeggen. Nogmaals, hij heeft ontzettende kwaliteiten. Maar je weet dat mentaliteit ook een kwaliteit is. Juist. Ja, ja, daar schiet hij op dit moment toch iets tekort. Ja, dat klopt. Goed, nou, onze vriend Smit, wat vinden we daar eigenlijk van? Die krijgt met een bak kritiek. Ongelooflijk. En jij kent de Duitsers en de Duitsers kennen jou. Hoe schat jij dat nou in? Heeft die Smit nog niet helemaal het gevoel hoe hij zich moet gedragen in Nederland? Of zijn die Nederlanders te hard in hun oordeel over Smit? Wat is er aan de hand hier? Ik denk dat het toch nog verder zit. Dat de Nederlanders niet zo snel Duitsers accepteren. En als bij wijze van spreken Duitsers op een bepaalde manier functioneren in Nederland, dan hebben ze het moeilijk. Ja? En ik ken Roger Smit heel erg goed, want ik heb tegen hem gespeeld. Ik heb met hem gesproken, ook dit seizoen nog heb ik met hem gesproken. En ja, hij is natuurlijk op een bepaalde manier, en dat moet je ook wel als trainer, een klein beetje eigenwijs. Maar dat mag en dat moet. Ja? Maar, okay, maar ja, je moet het ook mee hebben. En ik vind dat we in Nederland een klein beetje te kort door de bocht gaan om iemand te beoordelen die eigenlijk niet beoordeeld nog kan worden. Want laten we nou wel zijn, hij heeft iets overgenomen, ja, wat echt niet zo makkelijk is. Ja? Nee. Om weer van PSV een topteam te maken, ja, dat duurt nog wel even, denk ik. Maar ik denk dat hij toch op de goede weg is. Goed, dus jij neemt het op voor die Smit? Jij zegt, jongens, niet zo hard, rustig aan. Ik neem het niet op voor Smit, ik neem het op voor het voetbal. En ik denk dat PSV er goed bij gebaat is, ja, dat ze vasthouden aan Smit. Want ik zie toch kleine stapjes, zie ik dat die ploeg aan het maken is. En laten we hopen, als supporter van PSV dan, dat ze toch concurrerend kunnen gaan worden. Ik zeg worden, want op dit moment zijn ze nog concurrerend aan Ajax. Oh, by the way, die Smit, die komt in Nijhuis weer tegen. Dat is komend weekend. Ja. Ja. Oh, wat moet dat worden? Wat moet dat worden, Huub?
Ik denk dat ze als professionele mensen daarmee omgaan. Ja? Ja, natuurlijk. Ik denk dat dat zo moet. Misschien dat de een of de andere misschien wel de ander negeert op een bepaalde manier. Dat kan zijn. Maar je moet toch samen dat voor elkaar krijgen. En dat kan best, bij wijze van spreken, al voor de wedstrijd geregeld zijn. PSV Feyenoord. Huub. Ik leg het bij jou neer. Zeg het maar. Wat gaan we daar zien? Nou, ik denk dat het een wedstrijd wordt die door PSV gewonnen wordt met 3-1. Dus... Zo! Een korte antwoord heb ik nooit gehad. Nou, dit was echt een bom. Hoppakee. Zo moet het ook, Harry. Ja? En nogmaals, ik ben geen waarzegger. Ja? Dus ik weet het ook niet. Maar ik heb het gevoel dat PSV toch van Feyenoord gaat winnen. Ja, en 3-1 ook. Maar mag ik nog even vragen, voorzichtig, waarom? Nou, omdat ik denk dat PSV toch stapjes aan het maken is. Oh. Ja? En je ziet bij Feyenoord ook wel een bepaald geheel. Maar ik denk dat PSV toch meer kwaliteit heeft. Dus wat zeggen we tegen de mensen in Rotterdam dan die zitten te kijken? Ja, helaas. Ja, maar zeggen hallo, Huub, ik ben ook een beetje een Feyenoorder. Dus wat zeggen we tegen mij en tegen de Feyenoorders? Ik heb echt met je te doen, ja. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Hé, hey, Huub, we zien elkaar. Dankjewel, hè. Graag gedaan, jongen. Groetjes. Doei. Dag.